hier aanwezig zijn. En alle mensen die anoniem of voor ons in ieder geval anoniem meekijken. Bij mij aan tafel Oda Lanko en Vincent Mensen. Die ook wel natuurlijk welkom. En Vincent, ik wil jou te beginnen. Je bent vorig jaar een enorme stad geweest. Je leven hebt gefotografeerd, je hebt een prijs gewonnen en we zitten nu te midden van al jouw werk. Allereerst, hoe is dat trouwens? Om zo... Nou, het is een beetje baden in een leuk zwembad waar een heerlijke geur uit opstrijgt. Nee, het is voor mij ook een weerzien met mooie en oude beelden, maar emotioneel vaak. En ik liep net met mijn collega Boyer hier rond. En dan sta je bij een foto stil en dan ineens komen er allemaal grappige of minder grappige herinneringen naar boven. Hoe je foto's hebt gemaakt, onder wat voor omstandigheden, met welke intentie, had je er veel tijd voor, is het een split second of kon je er lang over doen, bijvoorbeeld, ja, of een beeld maken. Nou, dat soort herinneringen heb ik als ik hier rondloop. Ik krijg het ook een beetje warm. Sommige beelden zijn dat is het ook best warm toen ze gemaakt werden, of ze riepen heel veel spanning op, waardoor je wel een druppeltje op je voorhoofd hebt. Maar het is ik vind het een emotioneel weerzien. Ja, ik kan me voorstellen, ook nostalgie. Ja, zeker. Ja. Ja. Niet negatief, maar positief. Maar dat is mooi. En naast jou, Oda Lanko, je hebt sociologie gestudeerd in Kiev. En je hebt ook fotografie gestudeerd hier in Nederland bij de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en Genevieveld. Hier staat een werkje van jou, dat is een van je laatste projecten waar je mee bezig bent. Kun je hier toch vertellen, heel kort, wat het is? Het werk, de naam van het werk is Selected Interview Visual Metaphors. Het is wel moeilijk, maar het is ook complex. Ik wilde een beeld, één beeld, benaderen als een boek. En daarom heet het ook Interview. Dus dat jij kan één beeld lezen. En ik dacht dat ga ik heel veel verschillende kleine beeldjes in één beeld stoppen. Dus ik heb gewoon dat verschillende eigenschappen van die ik bij Nederland hoort, in mijn betreft, ingestopt in die stilleven. Dus het is een puzzel geworden die over Nederland iets zegt. De thema was het beeld van Nederland, image of the Netherlands. Dat was het thema van die opdracht. En binnen dit thema dus die eigenschappen, cliché en kleine gekkigheden, ja. Nederlandse cultuur, wat ik vond, ingestopt door middel van metaforische vervuiling. Bijvoorbeeld als ik, daar staat een gladiool, en de gladiool representeert bijvoorbeeld de desire to win, overwinning. Omdat die gladiool als symbool staat voor overwinning. Dus op zo'n manier verwelt ik verschillende eigenschappen die ik verschillende. Ben ik natuurlijk wel benieuwd waarom er een oude been bij staat, althans een kunstbeen. Ja, omdat niks kan Nederlander stoppen, denk ik. Zoals je been gebroken, ga je toch met je kunstbeen mee. En jij probeert verschillende, gewoon niet stoppen, gewoon doorzetten en hier, zien we er inderdaad heel veel van. Het is misschien wat minder goed te zien op internet, zoals je op jouw site kunt zien. Heel ander werk weer. Je bent eigenlijk aan het begin van je carrière met de New Talent Photography Award, de ING-prijs die je hebt gewonnen. En los daarvan, je bent al lang gefotografeerd, je staat aan het begin, maar jij bent ook van een generatie waarin je met heel veel beeld geconfronteerd wordt. En waar je eigenlijk ook. Volgens mij probeer je de modus te zoeken hoe om te gaan met die eindeloze hoeveelheid beeld waarmee je Dat klopt. Ik weet niet of ik heb een project die ik parallel loop met mijn praktijk, autonome praktijk, die heet PET. En dat eigenlijk het samenwerkingproject tussen vier mensen en filosoof, kunstenaar, beeldredacteur. En grafisch ontwerpen, en wij onderzoeken nu wat betekent nu en tegenwoordig dat wij zoveel beelden maken. Wat betekenen die alle profielfoto's en amateurarchieven? Dus wat wij doen, wij onderzoeken amateurarchieven. Dus mensen geven het hele archief aan ons, helemaal alles, dan de eindige selectie, dan de mix. En dan kijken wij dan daar naartoe en kijken wij wat voor patronen er zitten, hoe mensen het archief gebruiken, wat het betekent. Wat betekent dat het zoveel is? Hoeven wij zoveel? Moeten wij zoveel beelden maken of is het niet meer nodig? En door onderzoek naar die archieven proberen we mensen bewust te maken van het medium.
Je bent kleiner te maken. Ja, ook kleiner. Je krijgt een ruw bestand om in fotografie termen te spreken. Ja. En daar maken jullie selectie uit, maar in overleg met degene die dat doet. Nee, zo moet dat hebben we leggen. Keuze. Ja, onze keuze, expert analyse, want wij zijn veel mensen van verschillende systemen. Ja. Dus wij, nou, het is een beetje utopie idee, het is een overdreven manier van denken. Ja? Dus wij zeggen, wij hebben 5000 foto's, wij maken een selectie van 10. Dus dat is onmogelijk. Maar wij doen het wel. En wij proberen dat op zo'n manier te denken dat mensen vragen beginnen te stellen of het mogelijk is überhaupt om die selectie te maken. En sommigen zeggen nee, dat is niet mogelijk. Maar ons doel is die vragen. Ja, maar dat is dus effectief. Dus. Ja, maar wij zijn de jury, zeg maar. Jullie zijn de jury hier. Maar als leider bent, dat precies is. Waarschijnlijk zeggen wij, hé, hey, die hoort. Maar wat je dan ook van kwantiteit ga je kijken naar kwaliteit, je hebt het in die zin meegemaakt. Want toen jij begon als fotografie, je bent zelf een van de weinigers en daarbij ook pioniers in zekere zin. Zeker op het gebied van opnieuw fotograferen binnen de politiek. Heb je een hele nieuwe benadering gezocht. Daarin was je pionier, sowieso de fotograaf. En nu leef je ook in een wereld waar je zoveel beeld genoeg ervaren. Nou, de overkill, ja, het is. Alleen al dit werk is voor het merendeel dus niet digitaal gemaakt. Hè, maar met een filmpje 36 opnames. En als je slecht per kast staat, kost een filmpje met 24 opnames. Dus dat betekent allemaal dat je heel selectief afdrukken. Dus mensen die voor een duur bedrijf werken, die al zakken van het filmpje en die camera's praten. Maar wij deden echt dit beeld en dan wachten en dan denk ik, dit is het. En dan had je er 36. En nu beginnen mensen bij 36 pas na te denken. En na 36 opnames, goh, zou ik er niet eens mee stoppen? Of heb ik het nu wel zo'n beetje? En er zijn ook mensen die denken nog steeds op de oude manier. Maar die denken niet naar hoe ze een foto maken. Dus die doen een beetje dom deze. Soms heel leuk, heel onbevangen ook. Maar die hebben niet dat die manier van denken van het moet ook nog iets opleveren aan het. Heb je het gevoel dat daarmee ook fotografie als vorm dat het een beetje kwaliteit verliest, gewoon in het algemeen of dat niet? Nee, ik zie hele leuke ideeën voorbij komen over mensen die heel onbevangen fotograferen. Of op een bepaalde manier niet nadenken omdat ze ruimte genoeg hebben in die capaciteit van hun cameraatje. Maar er zijn, daardoor komen ook nieuwe ideeën, dat is absoluut waar. Maar je ziet ook heel veel zorgheid. Ik denk, zeg, hou even op. Hè. Haal uit de 1000 foto's één en uit die jou weergeeft waarom je op vakantie was bijvoorbeeld. Of waarom je die foto hebt gemaakt. Mensen doen vaak even zomaar dit. Zij hebben vroeger een beetje klapje, niet deed. Want in het boek wat je hebt gemaakt hè, met je collega's edit, geef je ook wat adviezen. En dat is bijvoorbeeld voeg een persoonlijk element toe. Dus als je daar even doe het dan met een vriend. Of als er meerdere elementen zijn, die dan allemaal bij elkaar. En vooral wissen. En hoe zie jij het? Dat is wel gevaarlijk, wissen. Ja? Nou, ik denk niet. Ja. Wat vind jij het gevaarlijk van wissen? Nou, dat je dit later denkt, dat was toch wel een heel mooi moment. En dat heb ik dus ook gewist. Ik heb een omslagspunt. Foto hangt hier niet bij, maar ik heb in een serie over de Nederlandse postzegel, de stippelzegel, een foto gemaakt van onze koningin, toen nog koningin, Beatrix. En in die serie zit een moment dat ik op een paar scherp stel en bezig ben. En op een gegeven moment maak ik dat is een grapje, dan doe ik ze even zo, ze haalt even. Ja, dat zat in mijn negatieve. Als het een digitale opname was geweest, had ik gezegd, nou, die kan ook weg. Maar nu zijn die off-momenten soms heel erg leuk. Momenten van dat je denkt, ja, het heeft eigenlijk geen zin. En op 10, 20 jaar denk je, op een leuk moment. Ja, het is natuurlijk een professionele vraag, is heel anders dan een natuurlijke vraag. Ja. Bijvoorbeeld als, als ik een foto van een glas maak, die heb ik een glas verkocht worden. Dat heb ik niet verwaard. Dat kan ik niet weggooien. Nee, maar ik denk dat het noodzakelijk is. De groene waarom? Ik ben bij was op de expositie van Hans Aarsman in White Chapel in Londen. En die had een formule gevonden om eigenlijk dingen die hij weg moest doen of verkopen, om dat te fotograferen, om het eigenlijk wat verzachter te maken. Dus dat werkt heel goed, maar jij zegt eigenlijk weg. Maar hij gooide dat glas weg. Ja, en hij hield de foto. Het gaat over, voor mij, ik moet die glas verkopen op de markt. Ja.
Maar je neemt afscheid van het glas. Nee, maar ik heb geen emotionele band. Dus weet je, maar je geeft een foto kan niet zien waarom die foto werd gemaakt. Ja. Dus je ziet wel dat iemand wel gewoon op de manier hoe die foto is gemaakt. Ja. Een beetje careless, een beetje soort niet helemaal keurig gemaakt, een beetje uit de heup, of een slechte verlichting, of in de scheur. Daar zit geen liefde, ja, dat zie je wel. Het is heel droog, de connotatie van de fotografie. En die waarschijnlijk is al ook verkocht, hè? Omdat er wel heel lang maar de foto blijft gewoon. Maar omdat mensen nooit meer terugkijken naar die archieven, omdat het niet mogelijk is, omdat zoveel is, geen overzicht krijgen. Dus je kan gewoon niet meer daar iets van orde zien. En dan kan je kijken, denk ik. Ja. Maar het is toch ontzettend leuk, sorry dat ik het interrompeer, maar het is toch heel leuk als jij zegt: ik fotografeer een glas, maar voordat je bezig bent, heb je deze gemaakt. Een beetje zo, een beetje zo, een beetje zo. Uiteindelijk heb je deze gekozen. En voor onderzoekers, kunsthistorici, is het juist heel leuk om later te kunnen zien waarom jij uiteindelijk die keuze hebt gemaakt. Ja, aanloop naar die foto's. Ja, wees je van zeg maar beeldmateriaal kan ook een gemis zijn voor uiteindelijk onderzoekers die iets doen met wat ze doen. Ja, dat doen wij nu. Ja. Ik nou, want sommige mensen worden pas heel laat ontdekt. Ja, maar het is ook iets van algemeen. Veel mensen, wij werken nu met 6 archieven beschikken. Ja. Helemaal totaal compleet archieven van mensen. Dat heel veel overeenkomsten. Dus het is niet. Wij proberen die tendensen te zoeken, te kijken hoe mensen te proberen wat de functie van de archieven brengen. Want het is niet alleen om herinneringen te bewaren, maar het is ook communicatie met elkaar. Natuurlijk. Ja. En daarom proberen wij dus die functie van te kijken, wat goed verandert en dan misschien die. Wel die voor communicatie wordt gebruikt, ze zijn niet nodig om te bewaren. Maar is het voor jou daarmee interessant als kunstenaar? Is daarmee een volgende stap in de fotografie wellicht aan de hand? Namelijk dat door overdaad en wellicht de irrelevantie van zoveel beeld, dat je op zoek gaat naar de volgende laag in de fotografie. Dat je daarmee moet verdiepen binnen de fotografie. Ja, heb je het gevoel dat je daarmee bezig bent? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat is precies wat we nog niet bezig hadden. Dat is precies om te onderzoeken wat de medium met de medium die betekent, wat voor rol het speelt in de maatschappij tegenwoordig. Hoe mensen interpreteren beelden. Want die beelden blijven niet, het gaat niet minder worden. Dat sowieso. Nee, dat is waar. En we proberen gewoon te zien en te ontdekken hoe het werkt, hoe het in elkaar zin maakt. En wat het betekent en wat wij doen met die taal. Dus het geen antwoorden, het zijn alleen maar vragen. Wij stellen heel veel vragen. Wij doen net alsof wij antwoorden geven, maar eigenlijk moet elke persoon gewoon vragen stellen voor zichzelf. Op het moment dat hij die glas opzet, dat is prima. Als iemand dat van alle kanten denkt, doet, maar ja, wat een prachtige glas, ik wil het bewaren, dat is prima. Want dat is liefde in, dat is waar je daarin tegen gaat, waar liefde in zit. Komt er ook unieke beelden tegen van mensen die zwartjes bijvoorbeeld, hè, de prachtige foto van mes en vork op tafel, en bord waar het schaduw opvalt. Toen vonden ze dat een soort alledaags beeld misschien. Maar nu kijk je met een heel andere blik naar die oude fotografie terug. En zeg ik, is die man toch maar heel bijzonder voor ons vastgelegd. Dat ja, met Jacob Olie heb je het al, toch? Dat zijn jullie niet meer zo op straat, maar ik doe niet dat het zo liefdeloos deed, maar het zijn soort straatbeelden toen was het natuurlijk, precies, toen dat wordt gefilmd nu was, maar nu. Ja, ik kan me niet eens denken. Jouw angst over dat wist ik ook nu wel voorstellen. Ik vind het ontzettend mooi project. Het is super iets om erover na te denken. Maar zeg niet, ik denk dat bijvoorbeeld in Japan, dat het exponentieel is hoeveel daar gefotografeerd wordt met dezelfde kinderdijken en dat het bijna niet wisselbaar wordt. Maar dat zit ook iets over zo'n land. En misschien als dat in de iCloud bij spreken van Japan zit, dat is dan ook nog wel interessant om te onderzoeken. Als jij dan wel overzicht kunt krijgen, dan wel, maar als het ook mogelijk. Ja. Veel is niet altijd beter. Dus als jij niks mee kan, dan doe je dat. En wissen is niet, ik zeg wissen en zaken, maar als je wil bewaren, als je wil alleen maar veel meer maken, prima, maar maak bewuster. Ja. Geniet van het moment. Die foto maakt, dat is zo prachtig. Het is een nieuwsgierig, het zit een beetje verloren en sterke positie op een andere manier. Dat is duidelijk. Je hebt een heel curieus fenomeen onder kinderen op het ogenblik. Mijn dochter moet daaraan, aan Snapchat.
Dus je ziet de foto en als je niet snel bent, om 7 is die weer weg. Dan is die ook weer totaal in de, niet eens in de iCloud, maar is die gewoon in het heelal geweest. En dat is een foto maken, een leuke foto van jezelf of van ons drieën. En je stuurt hem in Snapchat door. En jij kijkt toevallig. Ja. En je vergeet op het knopje bewaren te drukken. Dus, dus dat is allemaal weer om ervoor te zorgen dat het niet in overtreffers is. Ja, dat is interessant. Ja, dat was inderdaad. Ik zeg, bewaar die foto laat. Wel iets wat denk ik heel goed belangrijk wat we dan gaan. Gewoon bewust zijn dat wat het is. Jij wil het maar. Als je het erin gaat bewaren, is het leuk. En dit is ook een leuke manier om het spel te maken. Ja, ja. Dat jij eigenlijk bewust van wordt wat het betekent om je beeld weg te kwijt te raken. Maar het is. Nou ja, dan krijg je dus wat je dus vaak in de foto bij mij overkomt, zei je al overkomen als fotograaf. Ja, als snapchat, dat je op straat loopt en dan zie je prachtige beelden en dan neem je camera te laat. Dus de foto heb je dus in je hoofd gemaakt. Hele mooie beelden vaak. En dan denk je, sorry, wat is nu een camera? En ik maak het vaak gewoon door te kijken in je hoofd en niet erin te vallen voor de opdracht. Ja, maar kom je niet thuis s'avonds, kom je niet bij ons s'avonds thuis en je zegt, ik heb nou iets leuks gezien, nou laat het zien dan. Ja, ik had geen camera bij. Dat je die opmerking maakt, je vast één keer per dag, of in ieder geval één keer in 2 dagen, zag zoiets leuks vandaag voorbij komen. Nou, tegenwoordig zeggen ze, laat dan eens zien, want dat vaak is er niet tegenwoordig. Iedereen heeft niet zo'n tasje of boekzak. Wordt dan nog geïntegreerd in de ogen. Ja, ze hebben nog in Google plaatsen, ze hebben alles vastgelegd. Maar zie je daarmee ook een verschuiving, of zie je daarmee ook een verschuiving, van binnen de, even heel hoogdragen zeg, binnen de evolutie van fotografie, dat dat een verschuiving is van de techniek meer naar het conceptuele nadenken over? Of is dat iets wat jij toevallig doet, of dwingt de fotografie dat ook af? Dus, ik droom ervan. Jij doet het. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het noodzakelijk is. Je moet gewoon steeds ontwikkelen en de wereld vraagt nieuwe inzichten op, nou, op dingen die bestaan. Fotografie wordt dus veel wel gemaakt, veel fotografie. Die staat herkennen wel. Hè? Dus, ja, die mensen die een bepaalde staat hebben ontwikkeld. En ze trendsetters. En dat iedereen herhaalt het steeds. En op een moment. Op een moment is het niet voldoende. Dus je moet iets nieuws bedenken, iets nieuws ontwikkelen. En natuurlijk, die conceptuele mogelijkheden en ruimte die fotografie als medium geeft, dat wordt natuurlijk anders op dat je jonge generatie. Ik denk dat ik dan daar wat meer bezig ben. Maar de dingen die jij bewaakt, spreek je dat? Want je hebt jouw eigen keuze. Bijvoorbeeld zo'n foto die je hier hebt gemaakt, die is uit een serie waarschijnlijk van meerdere foto's, maar uiteindelijk heb je deze gemaakt. Het is één foto. Het is één foto. Je hebt er één gemaakt. Ja. En die was gelijk goed. Ja. Zo. Maar heb je die gemaakt of heb je de rest van hem weggegooid? Nee, ik heb echt goed. Nou, en is dat voor jezelf om af te dwingen om aan je eigen visie van de kwaliteit is niet kwantiteit en daar ook aan echt gelijk je naar te gebruiken? Nou, om zo te dat betekent, het is ook wat bedoelt u met foto maken? Ja, ik heb. Eén maand die dingen verzameld, allemaal bedacht, opstellen. Zo, de foto maken. Ja, foto maken. Ik heb 1 foto gemaakt. Maar toen het uiteindelijk was, was het toch wel even een kop met belichting. Ja, dacht ik. Ik zou, ik heb met dacht ik heeft het gedaan, dus dat is dat. Ja. Wel, dus dat is niet zo moeilijk. Ik had 1 punt waar ik moest staan, dat is natuurlijk. Fotografie is ook prachtig, omdat jij dan de stap kunt bepalen, kan kijken. En in dit geval, die compositie die ik had, ze was gewoon ideaal om 1 stap te doen. Omdat ik had zo'n bankje daarvoor en ik zat er dagen en ik heb, ja, dat klopt wel. Dus voor mij die momenten van fotografie was niet zo heel erg belangrijk, omdat ik wist dat alles klopte. Dus daarom, ik heb wel 4 uur lang met die 1 foto bezig geweest, omdat het gewoon echt opstellen en oké, 1 foto gemaakt, klaar. Ja. Dan was hij daar. Ja. Nou,
Maar goed, dat is ook weer anders, want je hebt ook heel veel van mensen gefotografeerd. Nee, maar ja, dit zijn natuurlijk ook eigenlijk allemaal, dit is allemaal één foto, maar wel uit een reeks naar iets toe gewerkt. Hè. Dus allemaal is daarheen zijn een aantal foto's, misschien 3 of 4, en uiteindelijk zeg ik, die is het meest scherp, of die is het meest expressief, of vullende van de koningin. Uiteindelijk kies je er één die voldoet uit een serie van een paar. En dat is ook omdat je natuurlijk, de meeste van deze foto's, kon je niet op je achtergrond kijken of het mooi was. Je kon niet deze maken wat mensen nu doen zo. Nee, er zijn ook nog wel verschillende dingen maken. We zijn daar geweest om dingen te verzamelen en te kijken wat was wel wat en niet. Maar jij bent natuurlijk altijd wel bezig geweest om jouw object eigenlijk ook, bijvoorbeeld van mensen, om die ook te benaderen. Ja. En te kijken van wat voor verhouding heb ik daarmee, zodat we daar ook die foto kunnen. Een kader waar je het in wilde zetten, je wist precies al hoe het formaat moest worden, wat dit voor een bedrijf werken die of zo in de kant ging zetten. Dus je was vaak ook wel gebonden aan. En als je ze wilde vragen, dan deed je vierkant. Dan konden ze zelf niet meer kiezen, maar dan moesten ze het wel vierkant doen, want dan ging je zo'n foto zitten hakken. Hm. En dat is vooral met de lampenkant, dat is gewoon het vierkante beeld. Dat is niet een liggende foto, dat is niet een staande foto, maar dat is echt zo. Dat ik er ook niks aan kon doen, of je moest het vernietigen in de zin van er echt iets aan pakken. Is het beeld van jou ook helemaal zoals je het zag? Ja, dat denk ik goed. Dat wil ik ook best. Normaal zit er ook nog een zwart lijntje op bij een negatief. Ja. Maar het is digitaal. Ja. Maar neem je dat ook, dat je eigenlijk het liefst nastreeft om een kadering te maken op het moment dat je fotografeert afdrukt en niet dat later nog eens te bepalen? Met dat deze informatie. Ja, ja. Als je gaat kloppen, dan verlies je informatie die je kan. Ja, maar je kan ook denken van ik maak nu deze foto, maar het mag toch niet meer gulden sneden. En ik denk toch dat je later nog. Komt eigenlijk dat de foto meer in staat krijgt in plaats van de voorbereiding met aan de achterkant. Dan kan je natuurlijk ook nog meer aan de slag hebben. Los van foto's op. Maar nou ja, wat je in een donkere kamer hebt, is zo'n wegdrukken wat je niet interessant vond. En niet verwijderen wat je met digitaal zou kunnen doen. En dat je mag ook als je een nieuwsfoto maakt. Maar ik zou daarvoor gestraft worden, maar je kon het wel manipuleren met licht en donker in de donkere kamer. Of je een beetje. Maar hier is natuurlijk bij mij is het een statisch moment. Ja, ik weet ze lopen niet weg bij jou. En hier is natuurlijk als er die rolletje op een punt zit en allemaal verschillende foto's, dan communiceren helemaal andere dingen. Ja, ja. Het moment is zo anders dan beleefd worden. En dat die keuze kies je niet voor de foto, maar dat die foto. Het is heel onvergelijkbaar. En hoe is het voor jou om dit te zien, deze foto's van voor jou op je verleden? Ik ben ook als persfotograaf gewerkt. Dat heb ik 7 jaar geleden. Ik was toen in Oekraïne, ik woonde in Oekraïne. En in Oekraïne eigenlijk de persfotografie, het is de enige plek waar je kan iets met fotografie doen. Ik zeg het niet. Fotografie in de kunst wordt niet geaccepteerd. Commercieel fotografie is dat heel ver van fotografie. Als je even in de etalage. Ja, dat is heel statisch en afstandig. Ja. Dus voor mij was het een manier om fotografie te ontdekken, eigenlijk. Persfotografie. Ik vond het wel leuk, heel moeilijk. Want je was waarschijnlijk ook een beetje handicapt als je als fotojournalist werkt. Waarom? Denk ik toch een beetje de ontwikkeling van waarom. Dan doet u dat. Dan ben je hier ook nog wat thuis. Nee, toen ik als persfotograaf ben begonnen, in Oekraïne was het Orange Revolution. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Toen geloofden wij allemaal dat het nu kan dit allemaal goed. Ja, ja, ja. Het was zelf een heel belangrijk moment voor de hele wereld van de maatschappij. Ik had geen ervaring. Er werd wel aangenomen, ze wilden verandering. Ja. De krant wilde iets anders. Thuis de buurt, nieuwe inzichten. En daarom was het ook voor mij heel leuk. Ik deed alles wat ik wilde. En ze accepteerden het wel. En ik werkte hard. En dat is wat nodig is voor een vak. Maar in principe wordt dan van kranten gepubliceerd. Hier kijken we naar het tweede werk van Vincent Mensel. Ook geëxposeerd in de kunst al een paar jaar geleden. Hier hangt het zelfs meer. Loop jij dan al doorheen van dat we wist of dat we kunnen zeggen? Ja, nee. Hoe heb jij hier dan even? Nee, dat is precies wat. Hier komen de ideeën eigenlijk wat erachter lagen. Dat is het geschiedenis. Ja. Die je kan niet helemaal wissen. Hier is al gewist. Dat is al gewist. Ja. Dat is wel iets selectie geweest. Dat is heel anders. Het is niet te vergelijken
in die ad-project, dan gaat het over amateur fotografie. Dat is een hele andere. Ik kan het niet vergelijken. Ja, het project is als aanstaat. Nee. En wat ik dan wel grappig vond, is ook op jouw website, Vincent, is dat ik sta, hoezeer zijn werk en de techniek ook veranderen. Mensen op leefde dagblad voor te gaan. De krant is geen kunstblad, maar gewoon een ding dat je maandag weggooit. De krant? Ja. De foto's? Nee. Dus het ging echt alleen met de dagblad van, maar hoe verhoud je dan tot dit werk als je zo... En toch toen het hele stapel oude kranten tegen, echt van 20, 30 jaar geleden. Omdat dat sommige dingen zijn nu weer ineens heel actueel. Het zijn leuk om terug te zien. Je krijgt een soort mening of je denkt, er is geen steek veranderd. Behalve de techniek is wel vooruitgegaan, maar wat er gebeurt is een soort herhaling van zetten op het gebied van de geschiedenis. Dus dat betreft. Ik ben wel, ik ken de oude kranten. Ja. Er zit mooi. Bundels van verzameling van kranten. Ja. Van 60 jaar, 50 jaar. Maar eigenlijk met jouw kranten. Ja. Het is zoveel op een tijd. Ja. Nou, je zit hier, dus ik krijg midden in de geschiedenis. Maar het aardige is van journalistieke foto's, zoals deze gemaakt zijn, zijn natuurlijk allemaal voor de krant gemaakt. En dat is voor een deel. Er zijn er sommige mijnen die heb ik gemaakt voor andere doeleinden, omdat ik zelf heel leuk vond om het te fotograferen. Maar de meeste foto's krijgen een soort waarde naarmate ze ouder worden. En dan is het ineens een nieuwsachtig is er afhankelijk echt het meer geschiedenisverhaal of het kunstverhaal. En toen Weegee stierf, Weegee was een beroemde Amerikaanse persfotograaf, echt met zo'n sigaar in zijn hoofd. Van veel woorden deed ja, een beetje. En een perskaart in zijn route, press stond erop. En die had ook een auto met achterin een donkere kamer. Maar toen hij stierf, werd zijn hele archief overgebracht naar het museum van wat hij maakte in New York. En ineens werd er een stempel op kunst opgezet. Ja. Dat is heel bizar. En maar dan, ja. Zie je toch naar, maar dan zie je nou ook bij deze uitgeselecteerde foto's hè, van uiteindelijk is de moord is uiteindelijk gecomprimeerd in één beeld. En dat geeft ineens een fantastisch tijdsbeeld, ook een historisch beeld. Ook, ja, bijna een kunstzinnige vorm van naar een beeld kijken. En met liefde gemaakt. En het is fijn, ik bedoel, 8 jaar zijn nu Maarten Wiese, want het is toch wel fijn. Ja, de warmgeving is wel prachtig gezien. Ja. En hier Lubbers en Beatrix. Absoluut, ja. Echt waar. Ja. Zit hier in grote rijkdom, maar het gaat geveld worden. Ja. Fijn, dank toch? Wel. Ja, ja. Ook met iedereen. Ja, dat hoop ik ook. Ook een kleine kus. Ja, nou ja, dan heb je een stuk liefde aan je muur hangen. Dat met is grote historie en dat is het verhaal een beetje, want mensen zeiden: heb je dan geld nodig? Ik zei: nee, ik wil dat de leuke mensen aan de muur komen. Ja, want anders zit je met dit allemaal thuis. Dan zit je in deze kist weer op te sluiten en gaat het in dit, en over 50 jaar kom jij langs en zeg je, die kan weg. Nee, oh, dan heb ik het ook al gezegd, hier gaat niks meer liefde worden, want hier hangt de kanisse tot. De liefde kan in de kanisse. Dat zie je in de foto's. Dat is ook belangrijk met de kunstenaar, wat de graaf of de persfotograaf. Het maakt helemaal niet uit, maar toen ik met die archieven, met die private archieven van de kunst, je ziet gewoon hoe die foto is gemaakt, dan heb je dat helemaal niet. Ik kan niet omschrijven, ik kan het niet weghalen. Ja. Dus geen zorgen maken. Dank u hiervoor over Ola Lafko en dank u Vincent Mensel. Dank dat veel mensen die gaan komen met knuffel niet. Ola, heel veel dank. Kijken. En jij houdt de fles op. Ik. Vincent dan. Oh, zeker. Dat krijgt u zo. Thank you.